is RoKo-aversie, het voorlichtingsprogramma van het ministerie van Arbeid. In deze aflevering zullen wij het hebben over de collectieve arbeidsovereenkomst. De afkorting daarvan is CAO. Wel, de CAO vervult een belangrijke maatschappelijke functie, omdat die CAO ervoor zorgt dat er rechtszekerheid is en die CAO zorgt ook ervoor dat er arbeidsrust is binnen bedrijven. En als er arbeidsrust is binnen bedrijven, uiteraard natuurlijk ook in het land. Hè. Een CAO is van belang voor beide partijen, voor de werkgever en voor de vakbond. En dan ga je zeggen waarom een CAO zo belangrijk is voor beide partijen. Je hoeft niet met individuele werknemers als werkgever te onderhandelen om te komen tot een CAO. Dus je wint tijd. Je hoeft niet zoveel zeg maar, je te vermoeien om te onderhandelen met al je medewerkers. Als je bijvoorbeeld 50 mensen binnen het bedrijf zou hebben, weet je hoe lang het zou duren om met al die 50 mensen individueel te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? Dus er is de mogelijkheid om een CAO te sluiten met de vakbond binnen de organisatie. Maar dan moet er natuurlijk wel een vakbond zijn binnen die organisatie. Hè? Want de basisvereiste is dat de CAO gesloten wordt door een vakbond. Dus niet door individuele werknemers. En die CAO zorgt ervoor, zeker voor werknemers, dat er sprake is van, ik heb eerder gezegd, rechtszekerheid. Baanzekerheid, laat maar het ook zo formuleren, inkomenszekerheid. En de CAO zorgt voor bescherming van verschillende belangen van werknemers. Bijvoorbeeld pensioen, zwangerschap, bevallingsverlof. Zo kan ik verder dat lijstje aanvullen. Ik heb al daarnet gezegd dat niet alleen voor de werknemers een CAO voordelen heeft, maar zeker ook voor de werkgever. Hè? Want als er een CAO is binnen een bedrijf, dan kan die werkgever zijn werknemers erop wijzen op afspraken die er gemaakt zijn binnen het bedrijf, waardoor er garantie is voor arbeidsrust binnen het bedrijf. Dus kijkers, die CAO is heel erg belangrijk. En ik zou van hieruit, nog voordat ik met mijn gast erover zal praten, wil ik al van hieruit zou ik zeggen dat in principe elk bedrijf een CAO zou moeten hebben hoor. Want dat hoort zo in een fatsoenlijke samenleving. Vandaag praat ik over dit onderwerp met Mina, meester Mina Kanhai Ramai. Mina is hoofd van de afdeling CAO-registratie op het ministerie van Arbeid. Ik moet u zeggen dat deze afdeling al een hele tijd staat. Ingesteld is op het ministerie. Laat me u zeggen dat CAO, collectieve arbeidsovereenkomst, is een issue al vanaf de jaren 60. Want die eerste wet die we hebben gehad, gericht op CAO's, is al van 1962. Dus als we praten over CAO is het niet iets nieuws, het is iets van een hele tijd al. En ik ga hierover praten met Mina. Mina, welkom in het programma RoKo-aversie. Is na lange tijd weer. Inderdaad. Ik weet bij die vorige RoKo-aversie series had ik je al een keertje in het programma. Aantal, tenminste ja, één keer, een aantal keertjes volgens mij. Ja, inderdaad. Oké, en we hebben gesproken over dit onderwerp. Klopt. Voordat we gaan praten over CAO, wil ik jou vragen of je iets zou kunnen vertellen over je afdeling, wat je afdeling precies doet. En misschien kort een beetje historie van de taken van de afdelingen van CAO's in ons land. Inderdaad, om te beginnen zou ik willen aangeven dat het belangrijk is dat werknemers zich gaan verenigen. Ze hebben natuurlijk volgens de grondwet ook het recht om zich te verenigen in een vakbond. En dat maakt het dan makkelijker om te gaan onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden. Een CAO heeft natuurlijk arbeidsvoorwaarden die in acht genomen moeten worden bij arbeidsovereenkomsten. Op het ministerie van Arbeid is inderdaad de afdeling CAO-registratie gehuisvest. Het is aan de Eduard Brumastraat nummer 52. De afdeling CAO-registratie valt onder het onderdirectoraat
juridische en internationale zaken. En de belangrijkste taak van die afdeling is om in Suriname gesloten cao's te registreren. Het ministerie wil natuurlijk ook zicht hebben op hoeveel cao's er worden gesloten, wat er in de cao's zijn opgenomen. Mm-hmm. En de tweede taak is ook om die cao's, die ontvangen cao's, mm-hmm. te screenen, juridisch te screenen. Met in verstande dat er moet worden nagegaan of er geen tegenstrijdigheden met de wet en regelgeving daarin voorkomen. De bedoeling is dan om partijen aan te schrijven of erop te attenderen van let erop, zo'n bepaling is bijvoorbeeld niet in lijn met een bepaalde wet of whatever. En dan heb je als laatste, moet het ministerie erop toezien dat we een actueel bestand hebben van in Suriname gesloten cao's. En daar vragen we ook de vakcentrales hun medewerking voor. Dat ze ons dus in principe hun bestand opsturen, zodat wij ons bestand ook actueel kunnen houden. Oké, daar krijgen we niet veel reacties op, maar we hopen dat men dus nu wel inziet wat het belang is om die cao's te registreren en erop toe te zien dat er geen tegenstrijdigheden in voorkomen. Dat is een taak van het ministerie. Dus dat is wat de afdeling cao-registratie zo een beetje doet. We hebben recentelijk nog bedrijven aangeschreven waarvan we wisten dat die cao's zijn verlopen. Ja. Ik krijg nu wel reacties van bedrijven die dan hun cao's opsturen. Dus we hopen dat men dus zich houdt ook aan die registratieplicht. Dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Dat wordt dus van de werkgever verwacht dat hij die cao opstuurt. Maar in principe hebben beide partijen volgens die nieuwe wet de plicht om het ministerie op de hoogte te stellen dat er een cao tot stand is gekomen. Dus de afdeling van cao-registratie moet op de hoogte zijn van dat er een cao is gesloten. En de werkgever heeft de plicht om dat binnen 15 dagen op te sturen naar het ministerie van Arbeid. Oké. En gemiddeld per jaar, niet exact te zijn hoor, gewoon een gemiddeld aantal, hoeveel cao's registreert de afdeling jaarlijks? Want we hebben duizenden bedrijven, dus ik ben echt benieuwd. We hebben duizenden bedrijven, maar ik denk niet dat we ook duizenden bedrijven hebben die een cao hebben en die een vakbond hebben. Maar we krijgen iets in de buurt van 100 cao's per jaar opgestuurd. Maar we moeten wel rekening mee houden dat een cao bijvoorbeeld voor 2 jaren wordt gesloten of 3 jaren. Mm-hmm. Dan krijg je dus niet alle 3 jaren diezelfde cao opgestuurd. Klop. Je krijgt het dan 1 keer en het heeft een looptijd van zeg maar 3 jaren. Dan hoeft men het niet jaarlijks op te sturen. Mm-hmm. Het gaat erom dat men nieuwe cao's moet opsturen en registreren. Dat is dus belangrijk. Oké. Nee, is goed. En mag een cao, wanneer een cao wordt opgemaakt, je hebt al daarnet een basisvoorwaarde genoemd, dat is dat er een vakbond in beeld moet zijn om een cao te sluiten met de werkgever. Mm-hmm. Maar als er afspraken worden gemaakt over de voorwaarden die worden opgenomen in die cao, mogen die voorwaarden in strijd zijn met de arbeidswetten die we hebben, met de arbeidswetgeving? Dus dat zou in principe niet mogen. De arbeidswetgeving geeft het minimale aan. Waaraan dus de werkgever zich zou moeten houden en waarop werknemers aanspraak maken. Het minimale. Middels een cao kan men dus altijd voordeligere voorwaarden overeenkomen. En in elk geval zou je dus in de cao geen bepalingen moeten hebben die tegenstrijdig zijn met de wet. Dus dat is met wetgeving. Dat is dus ook de taak van de afdeling, dat is die juridische screening. Dat je dus erop nagaat dat er geen tegenstrijdigheden in voorkomen en dat je partijen erop attendeert en wijst erop dat bepalingen niet in lijn zijn met bepalingen in de wet bijvoorbeeld. Als voorbeeld, dan moet je me zeggen of dat correct is, ik weet dat het minimum aantal verlofdagen, vakantiedagen, verlofdagen in de volksmond, 12 is voor een vol kalenderjaar. Dat klopt. Oké. Als je een cao zou sluiten,
mag je dus niet minder dan het aantal van 12 voor het eerste vol kalenderjaar. Dat is wat klopt, je bedoelt. Dat hè? Klopt je helemaal. Mag dus niet minder. Dat is het minimaal. Dat is minimaal. Ja. Mag niet, absoluut niet minder. Nee, klopt. Dus die werkgever kan achteraf niet zeggen van ja, maar met de bond ben ik overeengekomen voor 10 dagen voor het eerste vol kalenderjaar. Ja. Dat mag absoluut dat dus niet. Dat mag absoluut niet. Dat zou sowieso in strijd zijn met de vakantiewet. De vakantiewet geeft aan minimaal 12, maximaal 18. Men mag altijd dus boven, daarboven liggen, maar niet onder die 12 dagen. Ja. Dus daar moet, en ik denk dat de vakbond natuurlijk alert genoeg is om daarop ook te letten. En dat het ministerie dat niet hoeft te doen. Ja, ja. Maar men mag dus in elk geval niet onder die 12 liggen. Daarboven mag altijd alles wat in het voordeel werkt van die werknemer, mag wel in de cao worden opgenomen. Oké, en dan weet ik dat, want je zei daarnet dat we duizenden bedrijven hebben, maar het is absoluut niet zo in ons land dat duizenden bedrijven ook een collectieve arbeidsovereenkomst hebben, een cao hebben. Maar die enkele bedrijven die dat hebben, ik zit me natuurlijk af te vragen van, je hebt ook eerder aangegeven van hoe lang de looptijd van een cao mag zijn. Drie jaar maximaal. Maar je mag wel verlengen na het eerste jaar. Ja, dus zeg maar een cao is gesloten voor een jaar. Mm-hmm. Dan mag je hem nog 2 jaren verlengen. Mm-hmm. Maar maximale duur mag niet langer zijn dan 3 jaren. Dat staat in die nieuwe wet. Dus je kan een cao hebben gelijk voor 2 jaren gesloten. Mm-hmm. Dan mag je hem slechts voor een jaar nog verlengen. Dus maximale looptijd moet 3 jaren zijn. Ja. Oké, dus ik kom terug op mijn vraag. Er zijn dus duizenden bedrijven en het is absoluut niet zo dat ik denk dat er niet eens 1000 bedrijven zijn in Suriname die een cao hebben. Maar goed, ik kan me vergissen. Ja. Maar ik wil even gaan naar de overige bedrijven. Als er geen cao is, dan is er wel een arbeidsovereenkomst met de individuele werknemers. Maar die bedrijven hebben ook een reglement. Ja. En ik zit me af te vragen, kan je dat reglement vergelijken met een cao? Een cao komt tot stand na onderhandelingen tussen de werkgever en natuurlijk de vakbond die actief is binnen het bedrijf. Een personeelsreglement is in principe een eenzijdige overeenkomst of althans een eenzijdig product van de werkgever zelf. Ja. Waarin zijn opgenomen de regels, de procedures die in een bedrijf zullen gelden. Een personeelsreglement komt niet tot stand na onderhandelingen. Het is gewoon een soort een beleidsstuk van de werkgever waarin dan regels en procedures zijn vastgelegd. Je hebt bedrijven waar er geen vakbond is, die hebben dan altijd wel een personeelsreglement, daar gaan we van uit. Maar als er een vakbond is en er is een cao, dan is het handig om alles in de cao op te nemen. Dan hoef je niet per se een personeelsreglement te hebben. Ja. Je kunt wel andere zaken hebben als een beleid op seksuele intimidatie op de werkplek. Je kunt bijvoorbeeld een gedragscode hebben, apart. Mm. Maar in de cao kan je dan al die regels opnemen, procedures opnemen. Dus dat is eigenlijk het verschil. Bij cao komt, de cao komt tot stand na onderhandelingen, terwijl een personeelsreglement gewoon door de werkgever wordt opgesteld. Okay. Daar komt de vakbond niet bij kijken. Ja, ja. Die gaat dan bepalen wat in de onderneming zal gelden aan regels en procedures. Oké. En als er binnen het bedrijf, als er geen vakbond is binnen het bedrijf, je hebt eerder gezegd van onze grondwet, of binnen onze grondwet is vervat het recht om dat werknemers zich mogen verenigen en dat ze collectief mogen onderhandelen. Klopt. Als er geen vakbond is binnen het bedrijf, en ik hoop dat van hieruit, hoor, ik hoop dat die sfeer alvast vanaf vandaag gecreëerd wordt bij beide partijen, werkgever en werknemer, om serieus erover na te denken om een vakbond op te richten, omdat die vakbond als basisvoorwaarde is om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten met de werkgever. Mm-hmm. En in dit programma zal ook duidelijk worden dat niet alleen maar werknemers voordeel hebben aan een cao, maar zeker ook werkgevers. Eerder is al gezegd van, je zorgt daarvoor dat er rust is binnen het bedrijf. En afspraken die er gemaakt zijn binnen die cao, je kan je werknemers steeds erop wijzen van, kijk, hou je eraan, want die afspraken zijn gemaakt met de bond, hè? Collectieve afspraken. Maar
Als er geen bond is binnen het bedrijf en 10 of 15 werknemers van de 50 of 60 werknemers binnen het bedrijf zouden een dag opstaan mm-hmm. en zouden zeggen van luister nou, wij zullen jullie de rest van het personeel vertegenwoordigen. We mm-hmm. vinden dat we moeten gaan praten over arbeidsvoorwaarden met de werkgever en we willen zeg maar overgaan tot het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst, de CAO. Hebben we de meerderheid, et cetera, en er wordt zeg maar die ondersteuning gegeven, ook al is dat schriftelijk aan die 10 of 15 mensen die de lead hebben genomen. Zou dat een basis zijn voor de werkgever om aan tafel te gaan zitten met die mensen om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst? Ja. In de wet op de CAO is duidelijk opgenomen dat je dus als je wil gaan onderhandelen mm-hmm. om te komen tot een CAO, dat de vakbond in elk geval, er moet sprake zijn van een vakbond, ja, okay. die moet over rechtspersoonlijkheid bezitten. Okay. En de bevoegdheid om te onderhandelen moet ook in de statuten zijn opgenomen. En zou dus de vakbond ook het overgrote deel van de werknemers in het bedrijf moeten vertegenwoordigen. Mm-hmm. Dat wil zeggen, als voldaan is aan deze drie vereisen, dat de werkgever sowieso zou moeten onderhandelen en niet kan zeggen dat hij niet of hij die vakbond niet erkent. Dat zou dan niet kunnen. Okay. Maar zolang dat niet het geval is, kan de werkgever stellen van ik erken je niet als een gesprekspartner. Om mm-hmm. te komen tot een CAO. Mm-hmm. Want die wet zegt duidelijk aan welke vereisten een vakbond moet voldoen om te kunnen onderhandelen om uiteindelijk te komen tot een CAO. Mm. Dus de werkgever kan stellen van ik zie jou niet als gesprekspartner okay. omdat je geen rechtspersoonlijkheid hebt en de bevoegdheid om te onderhandelen moet dan ook in de statuten zijn opgenomen en ik moet zien dat je meer dan de helft van de mensen vertegenwoordigt. Dat is dus zijn die drie vereisten om tot een CAO te komen, na onderhandelingen natuurlijk. Oké, een CAO, ik heb al eerder gezegd, heeft ook voordelen voor een werkgever. Hè? En er zijn mm-hmm. twee genoemd, arbeidsrust. Yeah. En hij kan, op basis van die CAO, kan hij zijn werknemers erop wijzen van zijn afspraakjes gemaakt, hou je aan die afspraken. Yeah. Maar zijn er meerdere voordelen voor de werkgever en voor het bedrijf zelf? Ja, natuurlijk is er arbeidsonrust rust in, ja. in de mm-hmm. onderneming. Mm-hmm. En hoeven dus de werknemers, zoals je al zei, Imro, mm-hmm. hoeven ze dan niet individueel te gaan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. En we weten allemaal in de praktijk ook dat in de CAO meestal veel voordeligere bepalingen zijn opgenomen dan wat we in de wetgeving hebben. Dus sowieso, wettelijke minimale zit erin. Ik weet bijvoorbeeld. En voordelige. Zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ja. Je weet, die wet bescherming moederschap is pas afgekondigd. Dat klopt. Maar we hebben jarenlang, decennia lang gewacht op die wet. Dat klopt. En ik kan mij, wat ik weet als voorlichter op het ministerie, is dat ondanks die wet er niet was, waren er cao's waarin de regelingen was opgenomen dat werkende vrouwen mochten genieten van betaald zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Inderdaad. Dus dat is wat je bedoelt precies. Ja, dus dat is wat ik bedoel, want er was op dat stuk nog geen wetgeving. Nee, ja, ja, maar je hebt bedrijven, sowieso CAO-bedrijven, waarin je dan wel een regeling hebt. Ja. En dat is dus sowieso heel positief te noemen. Dat ondanks dat er geen wetgeving was, dat bedrijven dus al een gebruik hebben, al een bepaling hebben in hun onderneming, dat ze minimaal 6 weken voor 6 weken na zwangerschapsverlof en bevallingsverlof geven. Nu is er wetgeving, dus dan kunnen we daarop ook gaan focussen. Maar het was dus in elk geval heel goed dat bedrijven, ondanks dat er geen wetgeving was, dat je een regeling hebt in die cao's. Ja. Dat is dus sowieso ten voordele van die vrouwelijke werknemer. Ja. Dus zie daar de voordelen van een cao voor beide partijen. Eerder in het programma heb je aangegeven dat er een verplichting rust op beide partijen, werkgever en werknemer, dat als er een CAO wordt ondertekend, dat die CAO geregistreerd moet worden door het ministerie van Arbeid. Ja. En de procedure is dat die CAO, of althans een exemplaar van die CAO, wordt
gedeponeerd, wordt opgestuurd bij jullie of naar de minister? Naar de minister. Dus schriftelijk met de begeleiding schrijven naar de minister en dan krijgen jullie dat. Inderdaad. En waarom is dat belangrijk? Dus dat was ik al eerder zei. Ja. Het ministerie ziet erop toe dat er geen tegenstrijdigheden in de cao's voorkomen. En dan heeft het ministerie ook zicht op hoeveel cao's er zijn gesloten en wat de inhoud is van de cao's. Maar de wet geeft ook aan. Het is een wettelijke plicht. Want die cao treedt niet eens in werking volgens artikel 25. Ja, ja. Treedt die cao niet in werking als men dat niet heeft geregistreerd. Ik vind dat heel erg belangrijk. Ja. Dus als u die cao niet gedeponeerd heeft bij het ministerie van Arbeid, heeft die cao, ik moet me corrigeren hoor, geen werking? Nee, het heeft geen werking. Zeker weten? Zeker weten, dat staat in artikel 25. Nee, maar die mensen moeten dat weten. Dus artikel 25, lid 2. Vakbonden, rokomang. Ja. Sorry vakbond, Rob. En ook uw werkgever, dat als u een cao gesloten heeft, dat als cao, dat u een exemplaar van cao moet deponeren naar het ministerie voor arbeid. Want even doet dat hij als cao nog abi wetskracht, mag ik het zo formuleren? Amana kracht die. Dus jullie moeten dat deponeren bij het ministerie van Arbeid. En dus uit deze, zeg maar, uit dit gesprek heb ik dus begrepen dat de cao eigenlijk alleen maar voordelen heeft voor beide partijen, zeker voor werknemers. Je hebt al aangegeven, er is een arbeidswetgeving en daarin zijn die minimale normen aangegeven. Ze kunnen alleen maar beter worden bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Ja, dat inderdaad. Mag ik toch even van hieruit toch wel een oproep doen naar de vakcentrales? Zeker we hebben ze een aantal keren aangeschreven om hun bestand van vakbonden die zij hebben in hun bestand, dat ze voor ons dat opsturen, zodat wij ons bestand ook actueel kunnen houden. Dus het bestand dat het ministerie op nahoudt, dat we dat actueel kunnen houden. Ja. We hebben eerlijk gezegd na 3 schrijven nog geen reacties gehad van geen enkele vakcentrale. Dus van hieruit doe ik toch wel een oproep. En die 3 brieven zijn van recente datum? Nou, het zijn een tijdje terug. Eerste was vanuit het onderdirectoraat zelf. Tweede ging vanuit de directeur. En de derde ging zelfs vanuit de minister. Dat men dus de vakcentrales vraagt van stuur je cao-bestand op, vakbonden hun bestand op, dat wij dan in ons bestand actueel kunnen houden. Dat was het verzoek. Maar we hebben geen reacties gehad. Dus van hieruit toch wel een oproep aan de centrales. Het gaat me petten boven. Weet je, ik kan je begrijpen. Wij kunnen, dat die vakbonden... wij kunnen het ook niet vatten. Waarom? Ik bedoel, het is het ministerie dus die erop moet toezien dat alles richtig verloopt, toch, op het arbeidsvlak. En het is een van onze taken. Ja. Dus we blijven aanschrijven, we blijven vragen van help ons om ons bestand up-to-date te houden. Ze hebben er ook alle belang bij, alle toch? Belang bij. Begrijp je? Dus, ik weet niet, ik ga nog, de komende week ga ik nog bellen met voorzitter van vakcentrales, omdat ik wil ze ook uitnodigen om te participeren in dit programma. Inderdaad. En het wordt zeker een vraag die ik zal stellen hoor, want ik ben echt benieuwd waarom er niet gereageerd wordt op die brieven. En waarom vakbonden zich niet houden aan die wettelijke plicht om een exemplaar te deponeren bij het ministerie van Arbeid. Oké, Mina, ik denk de informatie was duidelijk, helder, eenvoudig. Heb je dat kunnen uitleggen aan zowel werkgevers als vakbonden, maar ook werknemers, hè? Inderdaad. Die willen weten. En nog één vraag, als die cao wordt gesloten, hè, is die vakbond of is die werkgever verplicht om wat is afgesproken binnen die cao, om dat uit te leggen aan het personeel? Want vaak... Laat me niet zo zeggen vaak hoor, maar soms heb ik de indruk dat werknemers ook niet altijd weten wat is overeengekomen. Dat klopt. Maar die verplichting is bij die vakbond om de leden... Is een wettelijke verplichting. Ja, is een wettelijke verplichting om de leden in te lichten en een exemplaar te verstrekken. Zodat men weet wat in de cao staat, wat in de cao heb niet aan je rechten. Maar je hebt ook plichten van de werknemers. En de werknemers dienen sowieso op de hoogte te zijn van wat de rechten zijn, maar ook wat de plichten zijn. Dus de vakbond moet erop toezien dat een werknemer die lid wordt van de vakbond, dat die ook gelijk een exemplaar krijgt. En ook van nieuwe gesloten cao's, dat ze een exemplaar daarvan krijgen, zodat ze weten de woordelijke inhoud hun bekend is. Ja.
En dat zou moeten gebeuren hoe lang na ondertekening van die arbeid? Dat is 15 dagen, dus in principe moet de CAO geregistreerd zijn binnen 15 dagen. En binnen een maand moeten al de leden ook over een exemplaar beschikken. De leden van de vakbond. Ja. Dat is dus in principe een verplichting, een verantwoordelijkheid van de vakbond in de onderneming. Oké. Mina, geweldig werk doe je op het ministerie, hè? Ja, we doen ons best. Ja, want jij moet erop toezien dat wat in de CAO staat, dat ze niet in strijd zijn met onze arbeidswetten. Wetgeving, dus ja. Heel erg belangrijk. Ja. En ga zo door met het goede werk. Dank u wel. Oké, kijkers. We hadden vandaag in het programma Mina Kanhai Ramai. Die is hoofd van de afdeling CAO-registratie. We hebben vandaag gesproken over CAO's of de CAO. En laat me u zeggen dat afspraken die in een CAO gemaakt worden, over het algemeen, bijna moet ik zeggen, altijd gunstiger zijn dan voorwaarden die in de wet staan. Hè? Dus laat me voorbeelden noemen. Als je bijvoorbeeld, er is een wet minimumuurloon. Maar als er afspraken worden gemaakt over lonen binnen een CAO, gelooft u mij, die lonen zullen veel hoger zijn dan het wettelijke minimumuurlonen. Dus, maar we hebben ook eerder genoemd in het programma zwangerschap en bevallingsverlof, vakantiedagen, we hebben een voorbeeld gegeven. Er is een minimum aantal, maar u mag ervan uitgaan dat in een CAO dat beter geregeld is. Dus zie daar voordelen voor het sluiten van een CAO. Bedrijven die nog geen CAO's hebben, aan die bedrijven wil ik een oproep doen. Creëert u de sfeer alvast binnen het bedrijf, en dan heb ik het over beide partijen hoor, werkgevers en werknemers. Die sfeer moet er komen, moet er gecreëerd worden, om over te gaan tot oprichting van een vakbond. En immers, in de grondwet is dat vervat, dat werknemers het recht hebben om een vakbond op te richten en ze mogen collectief onderhandelen met de werkgever. Dus ik hoop dat die sfeer gecreëerd wordt en dat er meer bonden komen om CAO's te sluiten. En dat heeft alleen maar voordelen voor beide partijen. We hebben, ik ga ze niet opnieuw noemen, we hebben ze al genoemd in dit programma, het heeft alleen maar voordelen. Dus van hieruit een beroep aan beide partijen om die sfeer te creëren binnen bedrijven waar er nog geen vakbond is, dat er een vakbond komt en dat partijen aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Tot slot, de afspraken die in de CAO zijn gemaakt mogen niet in strijd zijn met de wetgeving, dat hebben we dus daarnet ook al gezegd. En de oproep van Mina wil ik herhalen en dat is dat beide partijen de plicht hebben om een exemplaar van die CAO te doen toekomen aan de minister van Arbeid. En dan komt dat terecht bij de afdeling CAO-registratie. En dat is een plicht, een wettelijke plicht. Want als u niet voldoet aan die wettelijke plicht, heeft uw CAO geen waarde. Daarop komt het neer. Tot de volgende keer met een nieuwe aflevering van het programma Rocco Aversie.